Was, zitten misschien wel zo'n 30 leerlingen. Zijn er leerlingen daarvan op dezelfde dag jarig? Je zou kunnen denken dat dit onwaarschijnlijk is met zoveel dagen in een jaar. Maar het tegendeel blijkt waar. De kans is groter dan 70%. In deze video leggen we uit hoe dat zit. We gebruiken hiervoor het principe dat de som van de kansen altijd 1 is. Als je bijvoorbeeld een dobbelsteen gooit, dan heeft iedere uitkomst kans 1/6 en opgeteld zijn die kansen 1. De kans dat je niet 1 gooit is natuurlijk gelijk aan de kans dat je 2, 3, 4, 5 of 6 gooit. Dus 5 zesde. Maar vaak is het handiger om te gebruiken dat de som van de kansen 1 is. De kans op niet 1 gooien is dan 1 minder kans op wel 1 gooien. En op dezelfde manier is de kans dat niet alle 30 leerlingen verschillende verjaardagen hebben gelijk aan 1 minder kans dat ze wel allemaal verschillende verjaardagen hebben. En... Niet allemaal een andere verjaardag, betekent dat minstens twee dezelfde verjaardag hebben. We berekenen de kansen met behulp van een vaasmodel. We vergeten schrikkeljaren, we vergeten tweelingen en we nemen aan dat elke verjaardag even waarschijnlijk is. We gooien 365 blauwe ballen voor de dagen van het jaar in een vaas. We gaan 30 ballen trekken voor elke leerling een verjaardag. Als een bal getrokken is, dan kleuren we deze rood. Die verjaardag mag niet nog eens voorkomen. De kans dat dat toch gebeurt is 1 min de kans dat we alleen maar blauwe ballen trekken. In de grafiek zetten we horizontaal het aantal grepen en verticaal de kans. De blauwe stippen geven de kans op alleen maar blauwe ballen achter elkaar, met rood 1 min die kans. Bij de eerste trekking zijn 365 van de 365 ballen blauw, dus de kans is 365 365ste. Bij de tweede zijn nog 364 van de 365 ballen blauw enzovoort. Na 30 trekkingen is de kans op de minste één rode bal inmiddels opgelopen tot boven de 70%. Deze grafiek van het gemiddelde aantal geboortes in de Verenigde Staten in de periode 94-2014 zie je dat in werkelijkheid de kansen niet gelijk verdeeld zijn over de dagen. Zijn die twee leerlingen met dezelfde verjaardag soms half septemberjarig?